Volgende week, op 25 april, is de 75ste geboortedag van Johan Cruijff. En dat is voor ons aanleiding om het talent te vieren van een van 's werelds meest bijzondere voetballers ooit. Dat doen we dan aan de hand van teruggevonden beeld hier in een van de schatkamers van de publieke omroep, Beeld en Geluid in Hilversum. Deels bekend beeld, maar vooral ook onbekend beeld. Zomaar een competitiewedstrijd, Ajax-NAC. Buitenkantje rechts. Het meeste beeld voor dit programma komt uit de tijd dat er nog een film werd gedraaid. Daarom vooral beelden uit de eerste periode van Johan Cruijff bij Ajax. In de jaren 60 was dat. Als voetballer, maar zeker ook als spreker. Nou had ik de indruk dat jij nog wat moeilijker uit die enorme tang die zich om jou sloot kon bevrijden dan vorige week woensdag in Amsterdam. Had je dat zelf ook of denk je er anders over? Ja, dat zeg ik dus net. Als je dus een moment had dat je dus vast kwam te zitten vorige week, kon je hem afgeven. Ja. En nu werd het dus iets moeilijker, omdat de middenveldspelers, het is onmogelijk om zoiets te overbruggen. Johan Cruijff als jongetje in Betondorp, in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Bekend in zwart-wit, maar tot nu toe onbekend in de kleuren zoals ze in de jaren 50 zullen zijn geweest. In Betondorp keert Johan Cruijff geregeld terug. Terug naar de muurtjes en de heggetjes. En de boze buurman die een voetbal lek steekt als deze weer eens op zijn heiligdom terecht is gekomen. Daar heb ik gewoond tot mijn 12e jaar. 12, ja. Ja. Tot mijn 12e jaar heb ik er gewoond. Toen ben ik dus een straat verderop komen te wonen. En dus ik heb hier zo'n beetje mijn jeugd gesleten. Die alweer die er zit, dat was als we vroeger, ja, kattenbrood noemden we vroeger. En dan waren we hier in het voetbal en dan volgde die ballentaantje in en dan was het hup, balstuk. Zo. Dan steeds ze gewoon een stuk, die kerel. Ja. 20 ballen heb je zeker stuk gesneden. Het was een rot, man tot en met. Maar een chagrijn. Dag meneer. Ja. Mocht Johan van u vroeger niet voetballen? Ja. Die gaat altijd nou. Dat hoor ik net. Maar ik had altijd niet betaald voor het enige, dat mijn bloemen niet kapot getrapt werden. Johan Cruijff's allereerste goal die ooit gefilmd is. Op 22 november 1964 in Amsterdam tegen PSV. Ajax wint met 5-0. Johan maakt de vierde. Het beeld is ingekleurd. Een kenmerkende actie voor het 17-jarige aanstormende talent. Alleen op de doelman af en raak. Laat hem lopen. Kom op, Jack. Al sinds zijn vroegste jeugd komt Johan Cruijff bij het oude Ajax-stadion. Wanneer Rinus Michels daar trainer wordt, is hij niet alleen een mentor voor Johan, maar ook een bewonderaar van diens unieke talent. Cruijff doet momenten en ik zeg, dan heb ik ook nog de extase. Ja. Dan zeg ik, hoe is het mogelijk dat iemand dat kan? Omdat je zelf voetballer geweest, weet je dus wat daarvoor geëist wordt. Hij denkt er niet bij, hij doet het. Het is dus de kwaliteit van deze jongen. Dat moet blijven bestaan. Dat moet je dus niet doodmaken, want dat is dus een facet van zijn persoonlijkheid die hij juist nodig heeft. Het is weer een weergeloos werk wat Johan Cruijff daar afgeeft. Cruijff, met de klassieke beweging. Dit duel tussen Johan Cruijff en Wim Jansen, dat de vlak bij de hoekvlag goochelende Barcelona aanvoerder zonder grote moeite wint. Cruijff, prachtig gedaan van Cruijff. Cruijff, schitterende beweging, Cruijff. Gaat hij toch demonstreren ook hoe machtig hij is in het voetbal? Als tegenstander moet dat wanhopig zijn. Cruijff, zeer verrassend. Een doelpunt van Johan Cruijff uit een ingewikkelde situatie. Cruijff hier aan de bal, let u op, daar komt het wippertje, aankomt daar en het scoort. Kans voor Cruijff, schot, goal! Cruijff, glad, Johan Cruijff. En een weergeloze bondel. En wat een goal van Johan Cruijff. Oh, wat een doelpunt, zeg. Een van de specialiteiten van de kleine Cruijff is het omspelen van de keeper. Ja, dat kan niet. En Cruijff is er langs, alleen op de keeper af. Cruijff is langs de keeper en gaat scoren. En dan een subtiele beweging. Ja, en wie kan zulke goals maken? Zeg het maar. Schitterende goal van Johan Cruijff. Het is Cruijff. Cruijff outnumbered and Ethan Hunt himself. Beautiful play by Cruijff. What a goal! What a goal from Cruijff!
Cruijff. Kijk eens. Hoi. En daar is die versnelling weer. Cruijff. Oh, wat een goal. Cruijff en dan deze bal. Cruijff moet gaan scoren. Nu dan onze man in en hij scoort. Om aan zijn bewakers te ontkomen, verlegt Johan Cruijff vaak zijn operatieterrein. Zo is hij hier op de rechtervleugel aan de gang met achter zich Sjaak Zwart. Cruijff buitenop. Cruijff. Langs de man. Langs de tweede man. De goal zoals je zelden of nooit op de Nederlandse velden ziet. Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. Cruijff. Goed gedaan. Zeer goed. Goal de Cruijff! Johan Cruijff, one of the greatest international players the world's ever seen, is conducting the band again. Muy cerrado. Remata Cruijff y pero sí puede. Goal de Barcelona! Cruijff, hands van Cruijff. Johan Cruijff, heel virtueus. En hij zit erin. Het is een doelpunt van Ajax. Ja, en dat is toch weer een moment hoor, om naar te kijken. Wat een schitterende goal. Er is weinig steun, dus hij gaat het alleen doen. Nog altijd Cruijff. Alleen. Cruijff alleen. Ja, ja. Blijf het overzicht houden. Een klas. Een werkelijk een klasse doelpunt. Een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Cruijff. Nonchalant met de buitenkant. Zo langzamerhand traditie. Ja, wat moet je daar nog aan toevoegen? Kijk eens wat hij nou weer doet. Cruijff, hij bocht zelf en magnifiek. Schitterend gedaan. De goal opnieuw van een grootmeester. Door de manier waarop Cruijff speelt, is hij voortdurend het middelpunt van de aandacht. En niet alleen op wedstrijddagen. Alles wat hij doet wordt belangrijk geacht. Op het speelveld en daarbuiten. Wat weet je van Johan Cruijff? Ja, hij vindt een goede voetballer dus. Hij speelt hem wel goed. Maakt veel doelpunten. Ja, hij vindt Johan Cruijff goed. Het is nog een goede voetballer en hij zit in Ajax. En weet u hoe hij eruit ziet? Ja, niet zo groot. En hij heeft recht haar. Ik vind het een leuke jongen. Meneer? Dus als ik Johan Cruijff tegen u zeg, wat zegt u dan? Niets. Ja, ik vind het goede voetballer. En Piet Kaarsen. Piet Kaarsen ook wel, maar Cruijff hier, nou, hij maakt goed. Hij maakt mooie doelpunten. En ik ben er vorige week zondag ben ik erheen geweest. Dat was ook een mooie wedstrijd. Hele mooie wedstrijd was dat, maakte hij ook een doelpunt. Maar die speelde hij toch erg slecht? Hè? Nee. Johan Cruijff, dat is iets van de sportwereld, ja? U weet niet wat? Voetballen, ja, natuurlijk. Een leven Cruijff hier natuurlijk, hè. Hij is voetballer van het jaar geworden, wat vindt u ervan? Geweldig, hebben ze veel doelpunten gemaakt of zo. Hij is voetballer van het jaar geworden, wat vindt u ervan? Dat kan wel. Dat geloof ik wel dat hij dat is, ja. Kom ik op de tv? Ja. Meen het? Ja. Heerlijk. Dan kan dat zomaar goed worden, zeg. Kunt u beschrijven, Johan Cruijff, hoe hij eruit ziet? Nou, beschrijven, het is een slanke jongeman. Met een mooie kop met haar. Hij heeft, geloof ik, grijze ogen. Vrij grote neus en een beetje, ja, ik weet het niet precies, maar hij lijkt een beetje op u. Ik weet het echt niet. Hij is gekozen tot voetballer van het jaar, vindt u dat terecht? Oh, maar ik heb helemaal geen verstand van voetballen, dat weet ik echt niet. U hebt hem wel eens gezien op tv, Cruijff? Ja, wel eens, ja. Zou u hem als vriend willen hebben? Nee. Waarom niet? Nou, ik heb er zelf wel een. De trouwdag van Johan Cruijff en Danny Koster. Verklaart u elkaar te nemen tot echtgenoten? Ja. Dan verklaar ik in naam der wet dat u door het huwelijk aan elkander verbonden is. Voor een opdracht van muziekondernemer John de Mol senior opent Johan Cruijff samen met Danny het nieuwe jeugdhonk van voetbalvereniging Het Gooi in 1968. Johan heeft er overduidelijk plezier in. Niets lijkt hem die dag te veel.
Johan Cruijff spant zich in voor de komst van een nieuwe broedmachine in Artis. Een jongen uit Amsterdam-Oost, die heeft dat broedspul geadopteerd. En die jongen is Johan Cruijff. Hoe heb je dat geadopteerd? Wat ben je van plan? Nou, ik heb het dus zo gedacht toen ik ervan hoorde dat dus die broedmachine moest komen. Dat ding kost dus 20 of 25.000 gulden, dus de machine en het huisje er bij elkaar. Toen heb ik dus gedacht, ik heb nog een paar voetbalschoenen staan die van de finale vorig jaar de Europa Cup zijn. Ah, dus hele belangrijke schoenen. Dus van die tegen AC Milan, die we dus verloren hebben. Ik denk, als ik die beschikbaar stel en de mensen die kopen dus zo'n mapje voor Artis en dan meteen een kans maken om dus die paar schoenen te winnen en daarbij dus die 2,50 gulden overmaken, dat dus Artis daar een, hoop ik, een hele tijd mee geholpen is. En hoe kunnen ze dat dan winnen? Nou, dat is vrij eenvoudig dus. Het is dus het meest belangrijke dat de prijsvraag is dus dat ze raden hoeveel nopjes er onder de rechterschoen zit. Dus niet hoeveel? De linker, dus nee. Enkel de rechter. Oh. Daar gaat het dus om. Dus hoeveel noppen onder de rechter voetbalschoen van Johan Cruijff die aan heeft gehad in de finale wedstrijd tegen AC Milan. Oh mens, spannend. En dan, die krijgen ze, de winnaar, die krijgt die schoenen dan. Ja, ik hoop dus dat er wel 10 of 20 of 50.000 winnaars zijn. En dan wordt er dus geloot. En de overige winnaars. Ah, die krijgen in elk geval het actiemapje. Die krijgen en het actiemapje. En ik denk dat ik dus voor die teleurgestelde dus een foto geef met handtekening of zo. Oh, joh, laat me heel wat foto's maken dan inmiddels. Fijn, ik vind het een geweldig idee. Dankjewel. De status van extreem bekende Nederlander heeft nadelen. Ineens is Cruijff ook potentieel doelwit. Er dreigt een ontvoering door een groep Ambonese vrijheidsstrijders. Johan Cruijff, bang om ontvoerd te worden? Nee. Ofschoon het dus in het begin vanmorgen, dus toen ik het ook in de krant las. Denk je eerder nog eentje. Maar toen we later dus hier bij elkaar komen, bleek het dus vrij serieus te zijn. Is daar vanmorgen een speciale bespreking over geweest? Nou, voordat wij dus gingen trainen, hebben we er dus even over gesproken. Wat voor maatregelen? En welke maatregelen zijn het? Nou, er zijn dus twee kanten wie je dus twee maatregelen wie je kan nemen. De ene is thuis blijven en de andere is in het kamp gaan. Aangezien we maandag dus in het kamp gaan, zou dat dus betekenen 5 dagen. En het lijkt ons allemaal dus niet goed. Dus je bent dus gewoon thuis, alleen een beetje voorzichtiger. Heeft het invloed op de concentratie? Vraagt de sportjournalist dan altijd trouwhartig. Ik dacht dat het beter was, zelfs voor de concentratie. Omdat je dus, je hebt iets om gein over te maken. Er zijn natuurlijk al etterlijke moppen over gemaakt. Dat je dan eigenlijk een keer een originele rijsttafel krijgt. En al dat soort toestanden. Ik geloof wel dat het concentratie bevordert zelfs. Johan Cruijff is in zijn eerste jaren bij Ajax een echte aanvaller, een spits. Later neemt hij de meer centrale rol in, die van dirigent. Die vaak achterloos met de buitenkant van zijn rechtervoet paast. Met effect, als een biljarter. Het meest wat mij bij een bal interesseert, vooral bij een voetbal, is vrij groot. Dat is wat je er allemaal mee kan doen. Dat vind ik dus het leukste wat er is. Je kan dus een bal spelen, weg, weer terugkomt, een soort biljarten. Daarom is het dus ergens te vergelijken. Ergens niet, maar ergens qua effect. Wat je een bal kan geven te vergelijken met biljarten. Iedereen vindt het normaal dat je een bal trekt, dat je een bal doorschiet of dat je contra veegt, wat dan ook. Dat kan allemaal met een grote bal ook. Alleen doe je het niet met je handen in een keu, je doet het met je voeten. Ja, als je het dus op langere afstand doet, ik wil naar hem toespelen. Dan hebben we die lijn genomen, die kun je dan zien. Dan draai ik hem hier, dus dat hij als hij op de grond komt het effect krijgt dat hij naar hem toe gaat. Dan probeer ik hem langs de lijn te spelen dat hij dan die effect naar hem toe krijgt. Normaal gesproken paast hij met buitenkant rechts, maar met links gaat het ogenschijnlijk even gemakkelijk. Alles wat je doet, dat beslissen de hersens. Voetballen doe je met je hoofd, maar je gebruikt je benen. Dat is een van de gaven die je hebt. Dat is iets wat je echt niet echt kan trainen. Je ziet het of je ziet het niet. En over het algemeen, als je dus de grote team ziet, dan weet je dat het allemaal goede voetballers zijn, maar er is een hoge uit maar één die iets ziet. Dus iemand die dus gewoon weet wat er gebeurt, ziet gewoon alles. Dat zijn er niet veel. Er zijn een heleboel mensen die heel goed zijn op hun positie, maar er zijn maar heel weinig mensen die dus zien wanneer iemand wel of niet in de elftal zit. Hoe die het opgelost heeft, dat hij wel rendement heeft, dat het geen stoorzender wordt. Het zijn tientallen dingen.
En dat is gewoon een kwestie van kijken, je ziet het. Het is niet dat je erover nadenkt. Een makkelijke en oorspronkelijke spreker. In zekere zin de voetbalvariant van Provo. Opstaand tegen het voorheen vanzelfsprekende gezag. Steeds vaker wordt Johan Cruijff gevraagd om het spel uit te leggen. En allerlei andere zaken ook graag, als het even kan. Hij is het gedroomde geluid van zijn tijd. Zijn eerste optreden als voetbalanalyticus moet in 1967 zijn geweest. Na een wedstrijd in Praag tegen Dukla. Commentator Herman Kuiphoff stelt de vragen. Cruijff spreekt. Johan Cruijff, heb jij een prettige wedstrijd gespeeld vanmiddag? Nou, vanmiddag dus niet zo, omdat constant twee man bij je. We speelden nu dus eerst ietsje meer verdedigend als de thuiswedstrijd. Dus je krijgt minder steun, maar het werd over het algemeen wel goed opgevangen, dacht ik. Ja, maar jij was toch een eenzame voorpost vaak? Ja. Nou had ik de indruk dat jij nog wat moeilijker uit die enorme tang die zich om jou sloot kon bevrijden dan vorige week woensdag in Amsterdam. Had je dat zelf ook of denk je er anders over? Ja, dat zeg ik dus net. Als je dus een moment had dat je dus vast kwam te zitten vorige week, kon je hem afgeven. Ja. En nu werd het dus iets moeilijker, omdat de middenveldspelers, het is onmogelijk om zoiets te overbruggen. Dus het wordt heel moeilijk. Als Johan Cruijff er een beetje zin in heeft, dan maakt hij het de verslaggever graag een beetje moeilijk. Zoals Willibrord Fréquin in zijn interview met Cruijff voor een interland tegen Polen. Vindt u niet vervelend dat de trainer vlak voor de wedstrijd pas de opstelling bekend maakt? Misschien... Ik bedoel met name ten aanzien van de concentratie. Ik geloof dat u de vraag niet goed begrijpen hebt. Tenminste, u het antwoord van meneer Kersen niet goed begrijpen hebt. Aan het publiek wordt dus het elftal pas bekend gemaakt. De spelers weten het eerder. Waarschijnlijk wel. Ja. Johan Cruijff is inmiddels zo beroemd dat hij, net als minister van Buitenlandse Zaken Jozef Luns, de man met hoed, een plaats krijgt bij Madame Tussaud in Amsterdam. Het duo wordt opgemeten in Londen. Zelden telde Londens Tussauds zoveel levende dubbelgangers van de vaste collectie verstarde beroemdheden. Nederland krijgt binnenkort een eigen wassenbeeldenmuseum. En Johan Cruijff combineert het jubileumfeest met een bezoek aan de meetkamer. Hij wordt in Amsterdam een van de trekpleisters, zoals Europa's langste minister dat in Londen is. Dag excellentie, hoe vindt u het om samen met de heer en mevrouw Cruijff te dineren? Nou, ik ben natuurlijk erg geïntimideerd, maar langzamerhand wendt het wel. Na het feestdiner begon voor Nederlands duurste voetballer het ritueel van de wassenbeeldenmakers. Eerst kwamen ogen en haar aan de beurt. Ja, lovely fella. Zijn ze erbij, denk je, Johan? Zijn ze erbij, jouw ogen? Ik hoop het, ja. Ik weet het niet. Als je nou laat knippen, bel je ze dan oplaten? Dat je zegt, ik heb het nou kort? Nee. Het moet een beetje lang zijn, hoor, deze tijd. Hè. Not bad. Very good. Het zijn perfectionisten bij Tussauds. En Johan komt er straks op zijn voordelers bij te staan. Ze hebben de juichkreet na een doelpunt voor hem uitgezocht. Ik had dus geen idee van dat dit zo'n toestand was. Je ziet dus een beeld, maar voor de rest sta ik er helemaal niet bij stil. Maar nu je ziet wat er allemaal voor kijken komt, dat is iets ongelooflijks. Hoe die mensen dat op millimeters bekijken en uitmeten. Vind je het eervol? Ja, nu wel, ja. Echt wel. Er komt een bioscoopfilm over het leven van Johan Cruijff, nummer 14. De première is in het City Theater in Amsterdam. De gala-première van de door Ruud van Buren schitterend in beeld gebrachte film ontbrak geen lid van de Sport Society. U zag zojuist Johan Cruijff binnenkomen, Anton Geesink, Art Schenk, Willy Alberti met zijn vrouw, Ernst Happel. U ziet het, Jaap van Praag ontbreekt natuurlijk ook niet en Wim van Hanegem, Wim Jansen zagen we ook in voer in beeld, de heer Van Hof, Jacques Zwart. Wat vond je van de film? Het heeft me geen seconde verveeld zolang Johan daar over dat veld rende. Er zit natuurlijk in zo'n film een stukje persoonsverheerlijking. Vind je dat op zich niet een wat kwalijke zaak? Nee hoor. Als er persoonsverheerlijking bij Johan heeft plaatsgevonden dan, of nog plaatsvindt, dan ligt dat op een andere vlak dan bij deze film. Het is gewoon een fantastisch portret, vind ik, van een voetballer. Oké, hartelijk bedankt. Piet Keizer, wat is je indruk van de film? Ik vind het een fijne film. Ik heb er helemaal naar zitten kijken zonder om een klokje te kijken. Dus het is me erg goed bevallen, zonder meer. Zijn er mogelijkheden voor deze film in het buitenland?
ja, dacht wel veel mogelijkheden. Ik heb me er dus helemaal niet mee bemoeien, omdat ik enkel voetbal. Enkel zijdelings, als er dus een opname was. En die was dan nog zo dat ik in mijn eigen doen en laten was. En dat hun het gewoon opnamen. Maar wat ik gehoord heb, schijnt die dus naar Spanje en dus schijnt Duitsland. Die, ja, ik geloof wel 20 of 25 landen schijnt interesse te hebben. Johan Cruijff, man van de wereld inmiddels, spreekt zijn talen. Herr Cruijff, Sie waren gisteravond de vader des Sieges der holländischen Mannschaft. Wie hebben Sie das Spiel aus Ihrer Sicht gesehen? Het was niet zo'n goed spiel, maar een zeer wichtig spiel. En voor ons zijn twee schwierigkeiten, weil het was zeer koud dort in Noorwegen. Er waren 8 graden, en dat is voor ons zeer koud. En dan was het veld zeer hard. En dan hebben we met in klauwe vuur voor de 2 minuten 1-0 gevuurd. En dan hebben we om zich gespeeld. Mogelijk het meest artistieke doelpunt uit zijn carrière maakt hij op 2 januari 1971 in Den Haag tegen ADO. De goal van de kwikzilveren speler met het lint in zijn hand. De goal is wonderschoon, het beeld ook. Johan Cruijff krijgt voor de wedstrijd bloemen uit handen van ADO-captain Aad Mansveld, omdat hij net is uitgeroepen tot beste speler van Europa. Niet veel later maakt hij het wonderdoelpunt. En de bewondering klinkt door in de stem van commentator Koen Verhoef. Gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. Sport! Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. Dat doelpunt bestond 50 jaar lang in zwart-wit. Maar door nieuwe techniek heeft het beeld inmiddels kleur gekregen. En daardoor heeft het een bijna betoverende uitstraling. Nu in de echte kleuren van 1972 in het Zuiderpark in Den Haag. Gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. Sport! Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de 6e minuut van de tweede helft. Een goal zoals je zelden nog nooit op de Nederlandse velden ziet. Zelden neemt Johan Cruijff een strafschop. Hij benutte er eentje in zijn eerste oefenduel voor Barcelona en later nog één in een competitiewedstrijd tegen Sevilla. Bij voorkeur laat hij het aan anderen over. Deze variant is even eenvoudig als verwarrend voor keeper en commentator. Cruijff doet het op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Cruijff en Olsen. En dan zo, een doelpunt. Heel apart, 22e minuut. Dit is waarom Johan Cruijff de penalties graag aan een ploeggenoot overlaat. Aan hem het woord. En hij mist. Hoe is het mogelijk? Johan Cruijff, die toch alles meemaakte in zijn carrière, is hier niet in staat om via een strafschop Feyenoord de toernooizegen te brengen. Toch slaat hij een uitnodiging om mee te doen aan een wedstrijd om een penaltybokaal voor de televisie met andere wereldsterren uit die tijd niet af. In Ede. Dames en heren, goedenavond vanuit de uitverkochte sporthal hier in Ede. De sport die wij vanavond voor u hebben is het voetbal en wel een penaltycompetitie. En we gaan u nu voorstellen aan de voetballers van vanavond. In de eerste plaats Gerd Müller van Bayern München. Daar komt hij aan. En dan Paul van Hiemst van Anderlecht. De derde man, Jozef Mazopust. En nummer 4 is Johan Cruijff. U bent vanavond scheidsrechter in een penaltycompetitie. Zou het misschien goed zijn om de mensen thuis nog even uit te leggen hoe groot is het doel en wat is de afstand? Nou, de afstand lijkt hier dus klein, omdat de ruimte dus klein is. Maar het is dus wel de voorgeschreven 11 meter. Het doel heeft ook de normale afmeting van 7,32. Dus wat dat betreft is het reglementair allemaal in orde. De beurt is aan Johan Cruijff. En ik maak u erop attent dat Cruijff bij Ajax zelden of nooit penalties neemt. Bij Ajax laat hij dat hoofdzakelijk over aan Henk Groot. En die heeft ze tot nog toe in dit seizoen allemaal benut. Tweede maal. Vierde
Kramer. Via de paal die derde maal. Het kan natuurlijk in deze hal bijzonder snel losgaan, maar we hebben hier ook de beschikking over een terreinknecht. Aan de kop op dit ogenblik na 3 strafschoppen, niemand minder dan Johan Cruijff. En dan krijgt u opnieuw Gert Müller, laatste maal. Uiterste hoek. 7 benutte strafschoppen voor Gert Müller. Zeer hoog percentage van de 9 stuks. En dat houdt in dat Johan Cruijff, wil hij nog gelijk komen, dat hij alle 3 de strafschoppen nu zal moeten benutten. Die is naast. En de laatste strafschop in deze pro-sport van Johan Cruijff. Die is gestopt. Ja, en dat houdt in dat de winnaar, die ongetwijfeld nu een edes applausje in ontvangst gaat nemen, dat die heet Gert Müller. Eigenlijk maar 1 vraag, Johan Cruijff. Zondag gewonnen van Feyenoord. Gaat weer heel fijn, hè? We zijn dus dik tevreden over zondag. En we hopen dus dat het zo nog even doorgaat. Wij winnen hun verliezen. Die gaat. Ik hoorde ook een heel klein beetje boegeroep onder de tribuneklanten, Johan. Daar ben je natuurlijk aan gewend, hè, bij iedere voetbalwedstrijd zondag. Maar ik krijg toch zo nu en dan wel eens het idee, als ik mijn oor in het land te luisteren leg, en ik lees dat ook in publicaties, laatstelijk nog in de Haagse Post, dat sommige mensen zo nu en dan de indruk hebben dat Ajax niet zo'n gekke populaire ploeg is. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wekken jullie veel weerstanden op misschien? Misschien wel, ja, maar de reacties die ik dus krijg, dat zijn dus zeer veel. Merk ik er dus niet aan. Nee. En jullie worden kampioen? Ik hoop het in ieder geval, ja. De ogen van Cruijff zien alles. Hij observeert alles, niets ontgaat hem. In het voetbal en daarbuiten. Wat zag Cruijff zelf bij de actie die op ons netvlies staat? Krol kan vrij open op. Cruijff. Hij borgt zelf een magnifieke goal. Schitterend doelpunt, Johan Cruijff. Kijk hem lachen, het was ook een geniale goal. Krol heeft de ruimte om te pasen. Moet de Belgen niet meer terug kunnen komen uit vermoeidheid. En dan kan Cruijff de goal van het jaar misschien wel maken met deze lob over Pfaff heen. 2-1 voor Nederland. Cruijff, hij borgt zelf een magnifieke goal. Schitterend doelpunt, Johan Cruijff. Kijk hem lachen, het was ook een geniale goal. Johan Cruijff doet wat niemand werkelijk voor mogelijk houdt. Hij verlaat Ajax in 1973 na een interne revolte tegen zijn aanvoerderschap en hij gaat naar Barcelona. Het is meteen duidelijk. Het leven bij Ajax was, qua drukte, nog kinderspel vergeleken met dat bij Barcelona. Beangstigt die enorme drukte hier niet een beetje? Nee, maar we hebben gelukkig wel meer gehad. Ja, het lijkt een beetje op het Europa Cup festijn van Ajax. Het is wel mooi. Het is hier wat mooier te zijn. Ik wens je wel oprecht sterkte hier. Ja. Hij stapt in een andere wereld, een hectischer en veel eisender wereld dan die hij kende. In zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd in Catalonië is het stadion uitverkocht. Als Ajax het voor het zeggen zou hebben gehad, zou Cruijff getransfereerd zijn naar Real Madrid in plaats van Barcelona. Dat ik naar Barcelona toe ging, toen had Ajax dan rondgemaakt met Real Madrid. Zonder dat ik het wist. Ja, dat gaat niet doen. En dan zeg je, oké, op dat moment gebruik je de pers. Dan zeg je, nou, oké, zo, dit en dit en dit. En op datzelfde moment word jij natuurlijk neergezet, zeg maar, als een egoïst, als een geldwolf, als weet ik veel wat allemaal. En ik zeg, ja, maar wat is dit, zeg? Ik ben er helemaal niet mee op de hoogte. Dus zei nee, ik ga naar Barcelona. Verslaggever Willibert Verquin is erbij en stelt pal voor de aftrap nog een vraag. Moet je nu nog aan Ajax denken? Als ik er nu nog aan moet denken, ben ik veel te laat.
Op 5 september 1973 is zijn eerste wedstrijd voor Barcelona. Cruijff maakt een typische Cruijff-goal en hij scoort uit een penalty. De doorgaans vrij tamme Barcelona-fans zijn geëmotioneerd. Quizá el mejor jugador que ha tenido el Barça después de Cubala en todos los tiempos. Pero es que en el Barça hay muchos fallos. Y con 20 clubes el Barça no era nada como no corte Polozano por medio del club. En la directiva hay que meter mano. En la directiva, no a los jugadores. Cruz, Barça. Mejor, un señor. Lo mejor que ha habido en el fútbol es un señor. Nosotros catetos los españoles. Un señor del fútbol. Nada más. El Kubala más que Kubala. Er ontstaan problemen wanneer Hennes Weisweiler wordt aangesteld als opvolger van Rinus Michels. Cruijff en hij liggen elkaar niet. Zo zwaar beledigd ging hij zaterdag af. Hennes Weisweiler, de opvolger van Rinus Michels bij Barcelona. Iemand die nog altijd in Spaanse kranten wordt geciteerd. Weisweiler, de afgelopen week fel aangevallen omdat hij het waagde een populaire voetballer in de wedstrijd tegen Sevilla uit het veld te halen. Die populaire voetballer nam dat niet en vroeg om ontslag en zette Barcelona daarna in vuur en vlam. Hier is hij, Johan Cruijff. Het publiek heeft duidelijk partij gekozen. Het hele incident zou gaan om het uit het veld halen bij Sevilla. Nee. Het is om maanden geweest, dat heeft er niks mee te maken. Het is de druppel geweest, omdat er, zoals elke keer dus, stond vrij goed te spelen zelfs. Dan word je eruit gehaald met 2-0 achterstand. Dat wil dus zeggen, er worden 2 voorhoedenspelers uitgehaald. 2 normaal gesproken, 2 voorhoedenspelers erbij moeten zitten. Als je dus nog iets redelijks wil halen. En nu worden 2 voorhoedenspelers uitgehaald van 2 achterhoedenspelers. En daar worden 2 andere voorhoedenspelers ingezet. Dus dat heb ik geen enkele zin. En daarbij de declaraties dat je slecht speelt. En dan wordt op, terwijl het dus pertinent niet waar is. Want ik weet zelf best goed genoeg wanneer ik wel niet slecht speel. Dus daarom. War das eine Provokation Ihrerseits, um Cruijff bei Sevilla herauszunehmen? Nein. Ich habe dem Cruijff schon vor einiger Zeit gesagt, Johann, es ist notwendig, dass du bessere Leistungen bringst, auswärts, ganz speziell. Und ich bin sogar bereit, dass du, meinetwegen in der zweiten Halbzeit, wenn es nicht mehr geht, sogar eine Verletzung vortäuschen kannst. Aber das geht nicht. Das habe ich ihm schon mal gesagt. Toch ist Weisweiler ein europäischer Toptrainer, hè? Ich weiß nicht, das sagen sie. Jij vindt van niet? Dat is een privé, man. Der soll das Spiel dirigieren, aber er ist ja auch ein Mann, der Tore machen kann, nicht? Und das fehlt etwas. U, je hebt tussentijds ontslag gevraagd, niet gekregen. Wel ga je weg aan het eind van dit seizoen, definitief. Ja, dat heb geen enkele zin om zo door te gaan. Anders had ik het nu niet gevraagd. Ajax? Ajax, ik heb dus nog totaal niet met niemand onderhandeld. Het zal misschien de komende maanden wel komen. Wanneer alles weer een beetje rustig is, ik ga dan een beetje opgetrokken zijn. Dan kan je tenminste rustig gaan denken. Het risico bestaat als je jarenlang werkt met een man als Michels in Nederland en daarna in Spanje en erg succesvol werkt, dat je gaat vergelijken. Hè? En zo'n vergelijking valt dan gauw in het nadeel uit van een nieuwe trainer, in dit geval Weisweiler. Nou, nee. Dat wil ik niet zeggen. Het is dus buiten kijf dat Michels gewoon de beste is. Dat staat gewoon buiten kijf. Maar je kan dus niet mee eens zijn met de manier van spelen. Dat kan altijd natuurlijk. Maar hier is nog helemaal geen. Je hebt niks mee te maken dat je het niet mee eens bent met de manier van spelen wat wij moeten doen. Het gaat erom dat er dus helemaal geen manier van spelen ingelegd wordt. Alleen maar kritiek achteraf. Cruijff, Sie, Weisweiler nog. Wat zeggen Sie dan? Nou ja, dat doet natuurlijk weh, maar ik weet dat ik recht heb als trainer. En wenn man weet dat man recht heeft, dan ficht einen dat niet aan. Cruijff, Sie, Weisweiler nog. Wat doet je dat? In ieder geval, anders denk je misschien met zorgen gaan staan. Dat wil zeggen dat je dus alles tegen en iedereen tegen je hebt. Nu sta je onder de problemen, sta je dus vrij rustig en dat is iedereen gewoon mee is. Het
Het conflict tussen Johan Cruijff en de Duitser staat niet echt op zichzelf. Cruijff lijkt conflicten nodig te hebben en die ook op te zoeken om zo het beste uit zichzelf te halen. In de aanloop naar een interland met Polen loopt zijn verschil van mening met de PSV'ers Jan van Beveren en Willy van der Kuijlen zo hoog op dat beide PSV'ers het trainingskamp verlaten. In Cruijffs theorie heeft hij de ploeg op die manier op scherp gekregen. De belangrijke wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen. Ook tijdens het WK van 1974 is er een gemeenschappelijke vijand gecreëerd. Ben de Graaf, verslaggever van de Volkskrant. Die wordt in een zwembad gegooid. Ik kan zeggen misplaatst een grap, een goede grap. Ik vond het op dat moment toch wel een beetje misplaatst. Want als iedereen het zwembad gaat gooien, mensen die het niet eens zijn met het spel soms en die hun eigen mening hebben over het spel, zoals in de kranten behoort te gebeuren. En als die mensen allemaal het zwembad gaan gooien, of misschien vandaag morgen uit het raam, of een steen op hun hoofd. Het zijn allemaal acties die te maken hebben met terreur en misschien een zwaar woord, maar ik voel het toch voor de journalistiek een pijnlijk gebeuren. Niet voor mezelf, want ach, een keer in het water liggen is niet zo erg, hè. Iedereen die is positief. Iedereen weet dat hij dus voor Nederland spreekt. Iedereen weet dat dus om hier te leven, je ziet het dus hier met die pers, iedereen loopt op zijn tenen. Dat wil dus zeggen dat er vreselijk wat spanningen zijn. En als er dan eentje bij thuisfront is die dus allerlei gefrustreerde verhalen gaat staan te vertellen. Waar dus een mogelijkheid zit dat er dus een terugslag kan komen in het elftal. Door verschillende dingen die hij schrijft. Dan is er maar één manier en dat is hem eruit te zetten. Omdat je dus op dit moment kan je dus geen enkele interruptie kan je dus gebruiken. Wij spelen hier een wereldkampioenschap. Iedereen wil even zover komen. En dan moet er niet iemand wasleggen. Er is dus één uitspraak geweest van Michels toen die tijd. Die dus helemaal in het begin gezegd heeft wie niet voor is tegen. En wie tegen is wordt eruit gegooid. Dan is het alleen maar prettig als iedereen zo denkt. En zo denken ook alle spelers erover. Want het is hier natuurlijk geen pretje om hier 6 weken te gaan zitten. Ik ga ook liever naar huis. Als ik morgen naar huis kan, dan ga ik ook liever naar huis. De aanvaringen met het gezag in het veld zijn talrijk. Como siempre. ¿Qué ha sucedido con Molinos? Bueno, uno que puede permitirse de hacer 25 faltas, saca un tarjeta. Y si yo me levanto la mano, saca un tarjeta, yo creo que lo que tiene mucha gente es el árbitro. ¿Qué le ha dicho usted al árbitro? Yo no he dicho nada, digo, pero ¿cuánto se puede permitir aquí? Para pegarse, para todo. Yo no digo nada como chico porque soltaría, ¿no? Pero... Praten tegen een scheidsrechter is volgens Johan Cruijff soms nodig om een draai aan een wedstrijd te kunnen geven. Als het slecht gaat, dan ben ik zogenaamd het kankeren. Ja. Nou, als het goed gaat, dan hoef je niet te praten. Nee. Als het slecht gaat, moet je proberen de linies en noem maar op, iedereen te animeren om het goed te gaan. Ja, dan moet je praten. Ja. En hier wordt het altijd gebracht van Cruijff, als hij slecht speelt, moet hij weer kankeren op de anderen. Dat is het helemaal niet. Nee, okay. Je moet namelijk een team formeren weer. Ja. En op dat moment in het veld, dan moet je het helemaal gaan praten om zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. En dan gaan we weer door. Als Cruijff slecht speelt, dan kankert hij altijd. Dan heb je tegen de scheidsrechter. Dan begint ook vervelend te worden. Dan krijg je weer een gele kaart. Dat is een punt. Nou. Wanneer Johan Cruijff terugkeert bij Ajax in 1981, is er ook sprake van een mogelijke rentree bij het Nederlands elftal. Cruijff wil dat wel, op voorwaarde dat hij dan in Puma-kleding kan spelen. Al speelt de nationale ploeg in Adidas. KNVB-voorzitter Villet voelt er weinig voor. Cruijff heeft van ons als KNVB en van mij dus ook geen enkele toestemming gehad om in een ander shirt dan alle andere spelers te spelen. Dat is een shirt met een bepaald aantal strepen. En dat wist Cruijff en ik heb begrepen dat hij dat toen niet wilde, dat hij daarom heeft afgezegd. Maar enige andere toezegging is er van ons nooit gedaan. Omdat ik net met mijn eigen merk begonnen was, met mijn eigen sportmerk, voelden ze dus al, hey, wat zal er gebeuren? Was ook, vond ik een nette opstelling dat ze vroegen van, wil jij per se je eigen shirtje spelen? Toen heb ik gezegd nee, want vaak wordt dan weer door verschillende mensen een relatie gedaan van, hij gebruikt het Nederlands elftal voor zijn merk en dat soort dingen. Hebben ze gezegd nee, dat hoeft niet. Toen hebben we me aangeboden om in mijn eigen shirtje, noem ik dat dan maar, te spelen, waar ik dus al 10 jaar in Nederland zelf al op gespeeld had. Cruijff is kennelijk zo'n individu dat hij niet aan het belang van het totale voetbal wil denken. En wij denken daar wel aan. De heer Villet die denkt dat er buiten het shirt nog andere problemen zijn ook. We hebben net over een hoofdprobleem gesproken en over een paar secundaire, waar ik het toen even uitgelicht heb. Nogmaals, we hebben ze al secundair genoemd, dus dat kan nooit van verschrikkelijk veel belang zijn. Het zijn details die dus volgens mij makkelijk op te lossen zijn. Cruijff heeft geen toestemming gehad ooit van wie dan ook te spelen in een shirt zonder 3 strepen. Nee, dat is juist. Als hun vinden dat ik me zou moeten bewijzen, dan had ik dat misschien ook nog wel gedaan. Het
klinkt een beetje raar allemaal. Toen ik het hoorde, kon ik niet anders dan in de lach schieten, moet ik zeggen. Ik vind het een beetje een rare opmerking. Wanneer een groot deel van Cruijffs vermogen in rook is opgegaan door verkeerde investeringen, is hij gedwongen langer door te gaan met voetballen. Hij doet dat in de Verenigde Staten, waar de voetbalsport langzaam van de grond komt. Johan Cruijff, the world's most famous soccer player. Now the Dutch connection in L.A. From a section of Amsterdam called the Concrete Village to this beautiful backyard near Los Angeles. Along the way, he has married a beautiful girl named Danny, fathered three children, and become the most famous active player in the game of soccer. What he likes best is that he can roam the streets at will, go out to dinner and shop. It wasn't like that in Europe, particularly in Spain. When I was six, I started because I was living very near to the Ajax Stadium where I started. And the Ajax is a club, and a club means they've got teams from 10 years until the professionals. So they've got about 20 or 25 teams in all different ages. And these children of 10 years, they always train all Saturday or Wednesday. And like I was living near, I always watched them. So one day they had one man less and they asked me to join them. So there was a great opportunity for me. That's why every week afterwards I was there and I could enjoy them because I think I was quite little. They felt sorry to send me away. Johan Cruijff begint zijn Amerikaanse avontuur bij de Los Angeles Aztecs, waar Rinus Michels niet geheel toevallig de coach is. En Cruijff helpt ook de sport verder te ontwikkelen. But wow, Johan's here. Did everybody say hello, Johan? Yeah. Hey, did they? One, two, three. Hello, Johan. All right, that's better. And now, what we're gonna do is we're gonna continue where we were yesterday, because while we have Johan here, we want to take advantage of it and go over as many things as we can. I want to see now with a running ball, with a moving ball, you've got to try to do the same exercise as yesterday, a good balance and shoot in the right moment. So as soon as you shoot, you've got to put your foot next to the ball, not behind the ball, but next to the ball. And this with running, with movement, is more difficult, which is normal. Ik heb hem ook zien. Hij schiet goed rechts. Dan moet je de stand van zijn lichaam zien, hè? You have to put your hand more up, then it's easier. Watch. You should be the left foot, okay? Yeah. Same with your right, do it like this. Okay? Yeah. Like this, your hand up and shoot. Cruijff spreekt de burgemeester van Los Angeles toe. This is the ball that we've been playing with when we played against the Cosmos. So it's a very nice object, I think. And I hope we will get a nice place. Thank you very much. At the other end, I wanted to say a few more words. We want to make a big youth program for the black community, because I think when they get involved in soccer, it's a very healthy thing, a very recreative thing. And I hope that we will have the same sort of success within the black community. And as soon as they are involved in soccer, I think America is involved in soccer. De huidige Ajax-coach Erik ten Hag heeft Johan Cruijff nooit gesproken in de tijd dat hij zelf profspeler was. Toch is er een ontmoeting geweest die een onvergetelijke indruk op ten Hag heeft gemaakt. Ja, ik was een groot fan van hem. En door zijn manier van spelen en natuurlijk de verhalen. En hij was natuurlijk de eerste speler toen ik opgroeide, die bij een grote club naar het buitenland. En, maar vooral ook ja, het Ajax groot maken. En ja, dan moest ik het altijd horen van mijn ooms. Want ik was heel erg jong toen in de jaren 70, toen Ajax drie keer die Europa Cup één won. Ja, en hij was natuurlijk de grote gangmaker. Erik, zoals je ziet heb ik iets meegenomen. Dat gaat terug naar 1984. Je mag hem er eens bij pakken als je wilt. Ja, moet ik aandrukken. Erik, jouw vraag die gaat een beetje over die techniek, hè? Ja. Hoe kun je het beste je techniek ontwikkelen? Techniek ontwikkelen is eigenlijk simpel. Je moet het doen. Dus trainen, trainen, trainen. Dat is het enigste wat je er überhaupt aan gaat doen. Ja, ik had er toen nog verstand van. Ja. Wat was dit voor dag? Ik kreeg een training van hem en iedereen kreeg daar een bepaalde vaardigheid aangeleerd. Een thema haalden ze eruit. Je zat in de Twentse selectie, hè? Ja, wat Johan Cruijff dan met ons ging trainen. En het vervolg was erop dat we een keer naar de studio gingen om daarover te praten.
In het begin, als je niet zo goed bent, raak je die bal 6-7 keer aan. Voordat je hem eindelijk, of het duurt een x-aantal secondes, voordat je hem onder controle hebt. En dan moet je naartoe gaan werken dat je het zo snel mogelijk kan doen. En daar nog onder druk van een tegenstander. En dat is alleen maar trainen. Dat is eigenlijk geen enkel advies ander advies voor mogelijk. Je hoort hem al zeggen, eigenlijk is het heel simpel. Hè? En ja, dat is eigenlijk ook wat Cruijff altijd zei. Hè? Voetbal is een heel simpel spel. Maar simpel voetballen is het moeilijkste wat er is. Irriteert je dat? Hoe zit dat? Ga je niet beter op voetbal? Nee. En dan begin je bang te worden en dan begin je fout. Als je iets geschreeuwt of zo, je doet daar fout en dan word je een beetje bang en dan ga je nog meer fouten maken. Clemens, vriend van je, die vertelde ons dat van die 10 vragen dat jij er ongeveer 7 of 8 gesteld hebt. Kun je dat herinneren? Nee, maar dat zou goed kunnen. Vingertje telkens omhoog? Ja, ik zag net dat vingertje wel, ja. Ja. Dat zat er al vroeg in. Ja? Ja. Clemens vertelde ons nog iets. Hij zei, toen we erheen gingen, toen zei Erik, ik wil per se naast, niet Cruijff, maar naast Diewertje Blok zitten. Ja, ja. Ja, dat zat er ook al vroeg in. Maar hoe was dat? Maar hij is niet gelukt, zag ik, hè? Nee, hey. Er zat iemand tussen. Nee, dus daar zaten er wel mee op de azen. Was dit jouw eerste fysieke kennismaking met Cruijff? Ja. 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 Heb jij hem daarna nog vaak gesproken? Nee. Nee? Nee. Helaas heb ik dat genoeg niet mogen hebben. Hoe komt dat? Onze wegen zijn wat dat betreft niet zo vaak gekruist. Vind je het jammer dat je hem niet vaker gesproken hebt? Ja, natuurlijk buitengewoon. En hij hangt niet voor niks. Hè. De voetballer Cruijff hangt in mijn kamer en de trainer Cruijff. En omdat hij ons geïnspireerd heeft. Ik weet zeker dat Cruijff zowel als voetballer als trainer zou in deze tijd weer de beste zijn. Ja, dat kunnen maar heel weinig mensen. Want ik zie heel veel mensen die dus op een gegeven moment uit de tijd komen. Maar Cruijff zou nooit uit de tijd komen. Hij is tijdloos. Ja, die is tijdloos. Maar volgens mij, vooral bij de jeugd, moet je een beetje oppassen en niet zo heel veel schreeuwen. Dan gaat een voetbal aan kapot. Dan denken ze wel eens van, de voetbal vind ik helemaal niks meer aan, ik ga er meteen af. Maar ik vind bij hogere afstand, bijvoorbeeld bij Ajax eerste of bij Twente eerste, dat maakt verder niet uit. Dan mag je trainen voor mijn best een keer wat zeggen. Maar die jongens die trainen heel vaak in de week en als ze dan heel de weer dezelfde fout maken, dan mag best een keer wat van gezegd worden. Wat heb je geleerd van hem? Ja, dat je winnen belangrijk is, maar je wil ook op een bepaalde manier winnen. En dat winnen moet namelijk op een attractieve manier gebeuren. Want voetbal speel je voor de mensen. En daarbij vooral ook je slimheid inzetten. Zijn dat de Cruijff-idealen die je ook toepast in jouw werk? Ja, dat denk ik wel. En dat is wel mooi. Ik denk dat Cruijff hier nog steeds rondloopt elke dag. Je voelt zijn DNA in je. En ik vind bijvoorbeeld het woord gochme, dat vind ik daar ook echt bijzonder van toepassing. De beschrijving van het spel van de voetballer Johan Cruijff is voor veel verslaggevers iets dat ook henzelf naar een hoger plan heeft getild. Een van die commentatoren is de Engelsman Hugh Jones. Hij doet verslag van Cruijffs laatste wedstrijd in Engeland met Barcelona tegen Aston Villa in 1978. So, Johan Cruijff, one of the greatest international players the world's ever seen, leads out Barcelona for his very last appearance in England. 3 times Europe's Player of the Year, 3 winners' medals in the European Cup. Now at 31, this dazzling Dutchman will hang up his boots at the end of this season. So tonight, a very special night for him, for you and for the 50,000 fans who have paid a Villa Park record, £95,000, to see this UEFA Cup tie. Cruyff. Taking on Carrados. He has Fortes there with him, but Cruyff going all the way on his own. And that hit Phillips. But it was going for the target. There we had an example of the delightful skills of Johan Cruyff. Cruyff again. Evans facing him. Little acceleration. Has a look for Rajac. An important header for McNaught to make. Cruyff coming from deep. David Evans to big cheer. And another one. And Cruyff cutting away. He's going to try one on his own. And he scored one on his own. Oh yes, that was so simple. That's the glory of this man. From nothing, he creates his own chances. And he punishes them. Look at this for skill. Drifting, driving away to the right side.
Nobody in with a tackle quickly. Hits it hard. Wide of Rivers' right hand. Just into the corner. 1-0 Barcelona. Looking for Cruyff. He's made the angle. He's still there. There's the shot. Oh, the ice coolness of this man. The first shot seemed to be on as this ball came over. But no, one gone. Widens the angle. Sees the far post. Just passed. And here's Cruyff again. Beautiful pass. Cruyff decides we ought to start playing the game on the ground again. Nice ball, Migueli. And Cruyff takes over. A little bit of acceleration. Gathers 3, 4, 5 Villamen around him. So there's got to be somebody free. And Cruyff is conducting the band again. And here come Barcelona. And here goes Cruyff. Tempting Gregory. Still Cruyff in control. Off to Asensi. Cruyff shrugs his shoulders and says, well, what more do you want? There's the man who has put the Barcelona side in front. 1-0. Superb little piece of individual skill. Last appearance in England. And I suppose he could not have crowned the moment more perfectly. De epiloog is voor Johan Cruyff. Op de middenstip van het stadion in Barcelona. Over de essentie. ¿Qué le ha faltado conseguir como futbolista? Creo que yo tengo todo, pero si en cuestión de copas, quizás un mundial. ¿Cuál es el gol más difícil que ha marcado en su vida privada? más difícil, mejor dicho, más feliz, que es mi familia. Johan, ¿se ha creído alguna vez amo del mundo? ¿Cómo? Que si se ha creído alguna vez el rey del mundo. El rey del mundo es alguien que no digo yo que soy, pero es la gente misma que decide quién es. ¿El fútbol ha sido su amor o su martirio? De momento los dos, pero en principio el amor. ¿Le preocupa cómo le recuerden? Sí, porque siempre me gusta que me recuerden como amigo. ¿Qué le sugieren estas palabras? Dinero. Es importante. Mujeres. Tengo uno. Árbitros. Parte del fútbol. Aplausos. Importante. Lesiones. Problemas. Sinceramente, de corazón, ¿Pelé o Cruyff? Yo opino público, eso no es cosa mía. Yo admiro a Pelé. Cruyff, ¿alguna vez sintió deseos de pegarle a un árbitro? Sí, claro. ¿Se retira porque está cansado o porque las cosas le empiezan a fallar? No, voy a terminar porque creo que es tiempo.